De ravage is nog groter dan in 2013. Het is gewoon ja, fantastisch mensen. Hè? Maar daar zitten twee kisten met rollators en rolstoelen. Ja, we bellen met de Filipijnen. Ik werk hier al meer dan 25 jaar samen met Truus en het gaat altijd heel goed. Het gaat niet om jou, het gaat om de Filipijnen. Ja. Wilt u zo vriendelijk zijn om deze mensen in de Filipijnen te helpen? Hallo. Hallo Michael. Yes, good evening. Hi. Good evening. Hoi, Sir Michael, I give you the reporter. Live or is this dit is live. Dit is live. Okay. We hebben nu verbinding dus met de Filipijnen. De burgemeester daar van een van die plaatsen. Van Mr. Medio, good evening. Good evening. How is the situation there? Hoe is de situatie daar op dit moment? The situation is better than two weeks ago. Yeah. But many of our people lost their homes, around 70. Okay, veel mensen zijn hun huizen dus kwijt. 71 houses, totally destroyed. Sinds wanneer loop jij met de kruk, Truus? Oh, daar heb ik al een jaar op zitten. Al langer hier. Maar wat mankeert eraan bij jou? Mijn rug, die het niet helemaal doet. Ja. Maar dat zeg ik, dat vind ik voor mij helemaal niet belangrijk. Ik vind het veel belangrijker dat we die kant even kunnen helpen. Ja, de Filipijnen. Ja. Het gaat niet om jou, het gaat om de Filipijnen. En dat gaat al heel lang zo. En het is een wat onbeschofte vraag aan de vrouw. Maar mag ik vragen, Truus, welke leeftijd heb jij inmiddels zelf? 3/4. 75 jaar. Ja. En jij gaat maar door. Ja, nou, dat is... Ik kan niet zeggen hoe dankbaar dat je moet zijn dat je hier in Nederland bent tegenover de Filipijnen. En dan zeg ik, dan klagen wij met gezonde botten. En wat je kunt doen in deze situatie is heel belangrijk. Helpen, helpen, helpen. Ja, en dat is het enige wat je kunt doen. Als wij zo gezeten hadden, dan hadden wij de verzekering al opgebeld en noem maar allemaal op. Maar de mensen, die hebben helemaal verder niks. Want als je geen tientje hebt, een euro, 10 euro, dan kun je geen dakplaten kopen voor op het dak of een paar van die halloblokken om een betonnen vloer te maken. Dat zijn allemaal dingen, dat hebben we niet. Nou, hier goederen afleveren. En het is een hele kast feitelijk, die hier gecreëerd is. Nou, iedere vrijwilliger die 's middags om 1 uur komt, die begint met het leeghalen van deze kast. En dan op een gegeven moment gaan we die 's middags allemaal leeghalen. En dan worden ze achterin in het gebouw opgestapeld. Ik zie ook jouw man Jo. Aantal jaren geleden overleden. Is altijd bij jou hier op deze manier? Ja, maar hij is overal bij me. Jullie deden het heel erg met z'n tweeën, hè? Ja, wij waren... We hebben hier nog samen van die middelkisten in de aanhanger gezet. Want we zouden speelgoed op gaan halen in Badmen. En we zijn voor het cultuurhuis. En daar begint hij te knorren. Hè? Nou, oké, wij die wagen aan de kant gezet en ik zei tegen degene die rijdt, wil je de alarmlichten erop doen en meteen 112 bellen. Maar goed, ik had hem in de armen en ik zag wat er ging gebeuren. Hij was al in de auto, was hij al overleden in de armen van me. Ja. Nou, Annie, de koffie is lekker hier, heerlijk. Ja, heerlijk. De koffie is hier heerlijk. Ja, wat vindt u ervan? De manier waarop Truus bezig is? Heel goed, heel goed. Ik werk hier al meer dan 25 jaar samen met Truus. En het gaat altijd heel goed. Ook samen met de jongens hier. Het gaat altijd goed met elkaar overweg. Dus. Ja. Kunt u Truus eens omschrijven? Een heel goede vrouw, een sterke vrouw. Die heel veel voor de Filipijnen doet. En al heel hart en ziel in de Filipijnen ligt. Ze wil heel graag naartoe, maar kan niet. Hallo?
as soon as we were able to get signal from the telephone, Truce, I was able to talk to Truce right away, and she asked to offer any kind of help for our people in the Philippines, and we're very grateful that Truce called right away to help us. Waar gaan we nu heen, Truce? Naar Boerhof. De oude melkfabriek, daar staat de container. En die gaat op transport? Ja, die wordt volgemaakt dan en dan kan die vertrekken. Is Jo begraven hier in Heten? Jo is gecremeerd, maar we hebben ook de helft van de urn meegenomen naar de Filipijnen toe. Dus hij is daar bij zijn broer, staat hij in de urnmuur in Marikina. Ja. Tot slot, Truus, je wil nog een oproep doen? Ja, lieve mensen van Nederland, speciaal Overijssel. Wilt u zo vriendelijk zijn om deze mensen in de Filipijnen te helpen? Die zijn al voor de tweede maal getroffen door een zware tyfoon. Als we allemaal een tientje doen en €1,50 voor een halloblok om een stenen huis te bouwen en plaatwerk van de daken, dan zouden deze mensen ook gered zijn. Alsjeblieft, maak deze mensen ook gelukkig in 2022.